Ik heb hier een spijkerbroek en deze heeft dan ook een hele speciale naad, een jeansnaad. Hij is aan de buitenkant even mooi als aan de binnenkant. En je kan hem natuurlijk op verschillende manieren maken. Je hebt een simpele variant, dus deze. Aan de buitenkant lijken ze wel heel erg op elkaar. Maar van de binnenkant is het echt helemaal niet het geval. En wij gaan natuurlijk voor het mooiste effect, dus deze gaan we niet doen. We maken gewoon een echte jeansnaad. Die aan de binnenkant gewoon even mooi is als de buitenkant. Deze jeansnaad is voor mensen die al meer ervaring hebben met onze hobby. Je begint dus met je lapjes te knippen. En één lapje geef je 1,5 centimeter naad en het andere lapje 1 centimeter. En deze speld je dan ook op elkaar, zodat het ene lapje op 1,5 wordt gestikt en het andere lapje op 1. Je stikt je lapje en vervolgens stik je het dubbel door. Deze stof is vrij dun, vandaar dat ik ook stik met een normale naald. Heb je nou een dikkere jeans? Kies dan ervoor om een jeansnaald in je machine te zetten. Dit is vooral handig omdat de naald dikker is. En vaak is jouw jeans ook vrij dik en zeker met deze naden. Maar voor nu gebruik ik een normale naald. Zet je stof onder de naaimachinevoet en kijk goed of jouw rand 1,5 centimeter is. Dus dat hij goed uit is gelijnd met het streepje op jouw plaat. En als je zeker weet dat je de juiste afstand hebt, dan kun je gaan beginnen met stikken. De naad is gestikt en de volgende stap is strijken. Leg het lapje open en strijk je naad weer open. Draai je lapje weer om te kijken of je naad goed gestreken is. Nou, nu gaan we dus beginnen met het friemelwerkje, want de bedoeling is dat de kant met de 1,5 centimeter naad over de kant met 1 centimeter naad wordt gevouwen, waardoor je hem vervolgens netjes afwerkt naar binnen, zodat je niks meer ziet van dat randje. Dus we gaan weer met de strijkbout eroverheen om zeker te weten dat beide naden nu dezelfde kant op liggen. Nou, en dan wordt het vouwen. Ik vind het altijd echt een rotklusje, want met die strijkbout wordt die stof zo warm en ja, je verbrandt heel de tijd je vingers half. Maar dit is wel nodig, want ja, je wil natuurlijk wel een hele mooie naad. Maar ik heb hem helemaal gestreken. Je kan zelf kiezen. Sommige mensen rijgen nog graag met een rijgaren eroverheen. Maar hij is nu zo goed gestreken dat hij gewoon helemaal blijft zitten. Vervolgens leg je je lapje weer onder de naaimachine en je gaat hem 2 keer doorsteken met gewoon een hele normale steek. Ik doe altijd eerst het stiksel wat het verst van de rand af zit. En ik zoek ook naar een punt waar ik mijn oog op kan focussen. Nu heb ik mijn oog gefocust op het stiksel die 2 mm van het voetje af zit. En zo weet je ook dat altijd je stiksels dezelfde afstand van elkaar hebben. Ik stik dus nu het eerste stiksel aan de rechterkant, maar zometeen komt aan de linkerkant hier nog een stiksel. Nou, vervolgens leg je je lapje weer terug onder de naaimachine wanneer je de draad hebt afgeknipt. En stik je hem door op 2 mm. Het is natuurlijk wel een heel gepriegel, want ja, je gaat eerst je stof spelden, dan ga je hem stikken, dan ga je hem weer strijken, dan ga je hem vouwen.
En dan ga je hem weer strijken en dan nog eens twee keer doorstikken. Maar het is wel de moeite waard, want ja, je jeansnaad ziet er van buiten gewoon net zo mooi uit als van binnen.